Hey. Doe normaal, joh. Ik zou denken, na zo'n klap ren je snel de bus uit. Maar jij hield hem gewoon stevig vast, hè? Ja, ik denk, je komt niet weg. Conducteurs die worden geslagen, machinisten die worden bedreigd, boa's die een klodder spuug in hun gezicht krijgen. De laatste jaren is er steeds meer verbaal, maar ook fysiek geweld in het openbaar vervoer. Ook afgelopen weekend waren er een paar ernstige incidenten en daar moet nu eindelijk een eind aan komen, vinden de mensen bij de NS, maar ook andere OV-bedrijven zoals Arriva, Breng en Connection. Het personeel legt morgenavond om precies 10:30 het werk voor 3 minuten stil. De medewerkers willen zo een signaal afgeven aan de politiek en aan de raddraaiers. Het afgelopen jaar werden in Nederland door de NS meer dan 1000 geweldsincidenten tegen medewerkers geregistreerd. En nog meer gevallen van verbale agressie. Voorbeelden genoeg. Een mishandeling van een conducteur op station Veenendaal de Klomp. Voetbalhooligans op Arnhem Centraal. En deze conducteur die een karatetrap krijgt in Arnhem. De gast Simon Geltink uit Zutphen, machinist bij de NS en bestuurslid van de VVMC, de vakvereniging voor machinisten en conducteurs. Maar ook andere werknemers van de NS, van het spoor, die zijn daarbij betrokken. Mensen die onregelmatig werk hebben. En Debbie Stolle uit Zeerenberg, BOA openbaar vervoer bij Connection in Arnhem. En jij bent de BOA die afgelopen zondag een klap in de gezicht heeft gekregen en echt een bloedneus had. En dat is tegenwoordig, zie je dat dus ook gewoon op het internet. Hè? Daar kunnen we een klein stukje van laten zien. Oké. Slaan! Hey! Doe normaal, joh! Ik zou denken, na zo'n klap ren je snel de bus uit. Maar jij hield hem gewoon stevig vast, hè? Ja, ik denk, je komt niet weg. Nee. je vond hem niet leuker daarna, waarschijnlijk? Nee, dat niet, nee. Want wat is er gebeurd? We zouden hem aanspreken op de huisregels en zijn vervoerbewijs. En daar hadden we op een gegeven moment zijn identiteitsbewijs voor nodig. En ja, die had hij niet of hij wou hem niet geven. En uiteindelijk besloot hij om er vandoor te gaan. Ja, en dat eindigde in een aanhouding met geweld. Ja, met hoeveel mensen waren jullie daar? Wij waren met z'n drieën. Met z'n drieën? Ja. En je kijkt er nog zo vrolijk bij, zo opgewekt. En het is nog zo kort geleden. Want hoe, ja, maar hoe is dat dan? Hakt dat er niet enorm in? Ja, dat hakt er zeker wel enorm in. Uit het niets krijgen vandaan krijg je een gigantische stomp op je neus. Echt, ja, maar hij is niet helemaal het niets, toch? Want jullie waren al met hem bezig, of tenminste... Ja, hij was al aan het maar die klap die kwam wel uit het niets. Ja, je rekent er niet op. Ja, precies, dat bedoel ik. Dus dat was echt wel schrikken. En deed ontzettend veel pijn. Maar ja, we konden hem gelukkig onder controle brengen. Ja. En uiteindelijk kon hij overgebracht worden naar het bureau. Hij wist nog een noodhamertje te pakken en een raam in te slaan om via het raam weer weg te gaan. Maar jullie duwen hem tegen dat hekje aan en hij kan geen kant op. Maar hoe is het met je neus dan nu? Het kraakbeen is gebroken. Dat heb ik nog wel even een herstel nodig. Maar op zich gaat het wel goed daarmee. Ja. Maar ja. En met je geest? Want daar moet je ook voor werken, zoiets lijkt me. Ja. Ja, dat klopt. Dat pakken we allemaal heel goed op. Dus we praten er veel over. En wie zijn we dan? Mijn collega's. Dus, en dat helpt wel? En dat helpt zeker, ja. Praten met de anderen die erbij zijn. Of met andere mensen die het hebben meegemaakt. Is altijd heel prettig, klopt. En ben je de bus alweer ingestapt om mensen te controleren? Nee, nog niet. Nee. Nou, dat komt eigenlijk omdat ik even met mijn neus zat. Ja, maar durf je dat wel, denk je? Ga je er gewoon weer in? Ik ga er wel gewoon weer in, ja. En dan ga ik iedereen gewoon weer als een passagier gewoon goedemorgen. Ja, en met die vrolijke glimlach moet dat wel goed komen. Ja, toch? Ja. Simon, jij bent machinist bij de NS. Ja, als jij correct. Dit verhaal hoort, wat denk jij dan? Herkenbaar. Bij de NS maken we natuurlijk ook agressie mee. Afgelopen zaterdagavond om 10:30. Vandaar ook 10:30 symbolisch zaterdagavond. De actie die eruit komt, hè? Dat is overal in Nederland, ja. In het openbaar vervoer. En gelukkig aansluiting van overige vervoerders als Arriva, Connection, Q-Bus. Ja. En nu ook de regionale vervoerders wat betreft bussen.
Die gaan dus ook gelukkig mee. Ja, maar je zei herkenbaar, want er was inderdaad een incident tussen Delft en Den Haag, waar een conducteur van een trapje gegooid is, geslagen, geschopt, hand gebroken. Ja, in de dubbeldekker is de conductrice van de trein, die krijgt agressie met een reiziger en die is van de trap afgegooid vanuit de bovenste etage naar beneden, naar het balkon. Ja. En heeft daarbij inderdaad gebroken ledematen opgelopen. Heb je het gevoel dat het inderdaad meer wordt, zoals gezegd wordt? Merk je dat zelf? Kijk, geweld is van alle tijden. Ook in het openbaar vervoer. Alleen, ik heb wel eens het idee dat mensen steeds jonger worden. En om steeds mindere reden agressiever worden. De vraag is, wat doe je eraan? Ja, en wat, is dat jouw ervaring ook? Dat het meer wordt? Het wordt meer en het wordt ook heftiger. Waar het voorheen bij een beetje duwwerk bleef... Dan zitten we nu echt wel op echt mishandeling. Een klap op je neus. Bijvoorbeeld. Heb je die vaker gehad? Nee, dat was de eerste keer. Ja. Ja. Ik herken hem wel, hoor, dat het ook heftiger wordt. Als ik gewoon even een kleine opsomming maak wat wij de laatste half jaar mee hebben gemaakt. En dat komt dan ook bij ons als vakbond binnen. In Schagen. Een conducteur met een priem door zijn hand gestoken. Omdat hij geen vervoersbewijs had. In Vlissingen hebben ze onlangs nog geprobeerd een conducteur in de brand te steken. Ja. Letterlijk met zo'n verspuiters en een vlammetje erachter. Ja. In Zwolle hebben ze onlangs nog een persoon uit de trein gehaald met een doorgeladen pistool. Ja. En zo kan je nog even doorgaan dus. Maar hoe komt het, denk je? Goeie vraag. Wat we wel horen is dat sinds de corona mensen een korte bontje hebben gekregen. Ja. Of het daarmee te maken heeft, weet ik niet. Maar dat kan dan toch ook weer wat langer worden als corona langer geleden is? Ja, dat hoop ik toch wel. Ik hoop dat de mensen gewoon hier eens normaal gaan doen in de trein... en dat ze gewoon eens normaal van onze mensen afblijven. Ja. Heb jij dat gevoel ook dat corona daarmee te maken heeft? Dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Maar dat... men werd wel heel beperkt toen. Dus ja, en dan heb je minder... minder om handen en dan ga je het wel op iets anders richten. Ja, maar dat is alweer een tijdje geleden nu, zou je zeggen. Dat klopt. En de vraag is natuurlijk, wat kun je eraan doen? Want er wordt nu actie gevoerd komend weekend, dus om 10:30 s'avonds en zaterdag, omdat dat in Den Haag rond die tijd gebeurd is. Is dat een goede actie? Het is een begin. Ja. De actie is geïnitieerd vanuit NS, van de directie van NS. En wij hebben hem als vakbonden zeker omarmd om het eerste signaal af te gaan geven. Maar er moet nog veel meer gebeuren natuurlijk. Het is niet zo van we zetten de treinen 3 minuten stil en vervolgens is het probleem opgelost. Daar geloof ik niet in. Totaal niet. Maar helpt het wel? Je brengt wel onder de aandacht. Je brengt het onder de aandacht. En dat is belangrijk. Helpt. Dat hopen we. Ja. En wat voor reacties verwachten jullie daarop? Want het gebeurt ook in de bus, het gebeurt in de trein, het gebeurt eigenlijk overal. Ja, de bussen liggen ook stilstaan. We krijgen bij ons op het kantoor in Tilburg, daar zijn al heel hoop reacties binnengekomen. Waarom die trein niet 3 uur stilzetten? Zet hem maar 3 dagen stil. Ja. Dan denk ik van, er zijn dus ook mensen die leven met ons mee. En die voelen gewoon, er moet nu iets gebeuren. En dat iets gebeuren, dat is niet alleen aan de Nederlandse spoorwegen... of aan de Arriva's of de connections in deze wereld. Maar dat is ook vooral aan de politiek. Ja. Die moet ook eens laten zien van, jongens, nu zijn we het beu. Erik, ik hoor jou instemmend. Ik schrik hier echt van als ik dit allemaal zo hoor. En ik heb ook enorm veel respect voor de mensen die daar dagelijks mee moeten werken. Want het lijkt me zeer frustrerend ook. Ja. Ik vraag me ook wel een beetje af, wat is nou de oplossing? Hè? Of want hier wordt gezegd, de politiek moet het gaan doen. Maar wat kan de politiek doen? Precies. Er moet meer handhaving komen, openbaar vervoer. Ja, kijk, weet je, als ik ga kijken... bij NS is de BOA voor de conducteur is afgeschaft. Ja. De hoofdconducteuren waren BOA, die konden ingrijpen. Die hadden een geweldsbevoegdheid, zoals jij die hebt. Ja. Maar dat heeft een conducteur niet meer. Nee. En dan zijn mensen brutaler of zo? Trekken ze zich er minder van aan? Nou, voorbeeldje. Conducteur loopt door de trein, controleert de vervoersbewijs... en persoon zit in de eerste klas. En conducteur, wat kan die? Kaartje uitschrijven. Dat is het enige wat hij kan, maar verder kan hij niet meer zoveel. Waarom is dat veranderd? Het bezuinigingsmaatregel van NS. Ja, want jij zegt er moet meer beveiliging komen... En er is steeds minder geld voor alles. Hè? Meer handhaving, meer beveiliging. Ja. Er is steeds minder geld. Zeggen ze wel eens tegen jullie van laat die mensen maar lopen? Laat ze maar gewoon, dan heb je geen gedoe in ieder geval. Je moet wel gewoon jezelf je eigen veiligheid in de gaten houden natuurlijk. En dus iedere situatie is anders. Hou ik hem wel aan, hou ik hem niet aan. Ja. Dus aan de hand daarvan maken we onze afweging. Ja. En dan zeg je dus, er moet meer geld naartoe, want er moet meer handhaving komen.
Jij zegt ook de politiek moet het oplossen. Wat is er dan nog meer te doen? Nou, is het inderdaad een kwestie van meer geld? Het is niet alleen de politiek moet het oplossen. We moeten het samen oplossen. Het is een maatschappelijk probleem, blijft een maatschappelijk probleem. We moeten het samen oplossen. Politiek is daar één pijler van. Vervoerder, in dit geval NS, wat mij betreft, is daar de andere pijler van. Dus we moeten daar ergens samen uit gaan komen. En bijvoorbeeld de conducteurs weer terug, BOA geven, zou een oplossing zijn. Ja, zodat ze beter kunnen ingrijpen. Nog een andere ding wat mij wel bezig gaat. Hoe reageren andere reizigers eigenlijk op dit soort zaken? Hoe was dat afgelopen zondag? Afgelopen zondag in de bus moet ik zeggen dat we... Ja, ik had ook hele lieve reizigers in de bus. Ja? Ja, daar is mijn gezicht aan het schoonmaken. Terwijl je bezig was ook? Het bloed eruit stroomde. Ja, ik had hem nog steeds vast. En er waren mensen aan je gezicht? Serieus? Omdat het helemaal bloedde en zo natuurlijk. En dan op de halte kreeg ik weer een spreekje om mijn armen schoon te maken. Er kwam nog een mevrouw uit het huis vandaan, wilde koffie. En het was allemaal heel lief, ja. 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 Want is het voor reizigers zelf ook minder veilig geworden? Ja, dat denk ik niet. Kijk, weet je, we rijden 5000 treinen geloof ik per dag bij NS. Nou, we gaan echt niet in 5000 treinen agressie hebben. Nee, dat mag ik hopen, zeg. Nee, dat mag ik toch ook niet hopen. Dus over het algemeen, het reizen per trein is gewoon veilig. Maar je loopt op het meest rare tijdstip, op het meest rare moment, in de meest rare treinmoment loop je er tegenaan en denk je pech. Het gebeurt, ontstaat uit het niets. Ja. Dus je zegt, we moeten het samen doen. Dat betekent dat de bevolking, hè, de samenleving ook mee moet doen. Wat zijn nou jouw oproep zijn aan mensen die zitten te kijken en die het OV gebruiken? Ja, let op elkaar. Help elkaar. Ja, en gedraag je. Ja, ik kan dat helemaal beamen. Van let eens op elkaar en corrigeer elkaar eens. Wees eens niet zo bang dat jij een corrigerende vraag stelt aan iemand. Ja, maar ja, als je dit soort dingen ziet, dan word je misschien een beetje bang, hè? Ja, dat is het probleem, ja. Want je kan ook een klap op je neus krijgen. Ja, dat zou kunnen. Maar het is een mooie oproep. Laten we hopen dat het werkt. Het is een mooie oproep, ja. Dankjewel.